Vandaag in RTV Magazine. Werkloosheid in Katwijk met 10% gestegen. Nieuwe naam Boezemgemaal onthuld. En burgemeester Wiene is te gast in de studio om ons bij te praten over de Rijnlandroute. Dit en meer in RTV Magazine. Wethouder Mostert wil een beroep doen op werkgevers die inwoners uit Polen inzetten binnen hun bedrijf. De wethouder ziet liever dat werkloze jongeren of mensen met een lichte beperking of aandoening aan de slag gaan in plaats van Polen. Deze oproep is in strijd met de landelijke overheid die nog steeds plannen heeft om goedkope Oost-Europese arbeiders naar Nederland te laten komen om hier te gaan werken. Ja, proberen wij ook de werkgevers, want daar moet ik bijna wel een beroep op doen, te verleiden om eens een keer op te houden met Polen, maar gewoon met onze eigen mensen aan de gang te gaan. Daar moet je wel even wat voor investeren. Daar heb je wat coaching en begeleiding bij nodig, maar dat willen we ook graag geven. En wij denken dat we veel beter aan die kant ook eens meer aandacht zouden mogen hebben. Ja, dus u gaat werken als gemeente dus naar die werkgevers om te zeggen van jongens, neem nou eens niet die Polen aan, maar onze eigen mensen van onze eigen gemeente. Ja, ik zeg het nu wat grof even, maar dat doe ik expres omdat ik voor de camera sta. Maar normaal gaan we natuurlijk niet beginnen met een negatief verhaal. We beginnen niet met die Polen, want ik begrijp heel goed waarom de werkgevers die arbeidskrachten graag willen gebruiken. Maar ik zou graag ook een beroep op ze doen om vanuit maatschappelijke overwegingen en maatschappelijke betrokkenheid te laten zien dat je best ook bereid bent om mensen waar misschien wel een klein vlekje aan zit, maar die onder begeleiding heel goed zouden kunnen functioneren. En daar hebben we prachtige voorbeelden van. Ik ken glastuinbouwers waar 3 mensen uit de Marengroep werken. Ik ken glastuinbouwers die echt met de jongens die je goed moet begeleiden toch aan het werk zijn. Het kan. Ook sprak RTV Katwijk met de wethouder over de werkloosheid in Katwijk. Want ook in onze gemeente is de werkloosheid toegenomen. Het aantal werkzoekende mensen is sinds september op landelijk niveau toegenomen. In onze regio Holland-Rijnland ligt het gemiddelde hoger dan landelijk beschouwd. In de gemeente Katwijk ligt het wat lager dan het landelijke gemiddelde. De cijfers van wet, werk en bijstand voor Katwijk op een rijtje. In 2011 stond de teller op 552. Per 1 juli 2012 is dat licht toegenomen naar 568 werkzoekenden en afgelopen zomer is het opgelopen tot 625. De stijging ten opzichte van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 is 10%. Vooral de toename in die periode is in onze gemeente fors. We zullen zorgen dat op allerlei manieren dat getal zo laag mogelijk blijft. En als je het in perspectief stelt en je kijkt naar welke gemeente ook, dan zitten wij nog rond 1% en nog onder 1% zelfs bijstandgerechtigden. En dat is een heel mooi cijfer. En als we het hebben over de werkloosheid, ook Katwijk zit, als het gaat over landelijke trends en over regionale trends, zitten wij daar met onze cijfers nog duidelijk onder. Dus we moeten niet zwaar klagen, we moeten wel zorgen dat we dat getal ook zo laag mogelijk kunnen houden. U vindt deze cijfers dan niet schrikbarend voor de gemeente Katwijk? Nee, gelet op de totale context vind ik schrikbarend een te zwaar woord. Maar natuurlijk zijn wij er continu mee bezig en dat zei ik ook. We werken er hard aan met zowel de Marengroep als met gezamenlijke gemeentes. We zijn ook bezig met een werkgeversservicepunt. Er wordt een pilot opgedraaid op dit moment om samen te kijken hoe we de werkgevers zover kunnen krijgen om ook mensen die soms wat minder makkelijk op de arbeidsmarkt terecht kunnen, dan heb je het over toeleiding, dat we die ook toch aan het werk kunnen helpen. We zetten allerlei middelen in om getal van bijstandgerechtigden zo laag mogelijk te houden. In het begin van deze periode stonden we zoiets op 500 bijstandsgerechtigden, iets meer. Maar in ieder geval, dat is ondertussen wel heel aan het opgelopen. En we zien nu dat ondanks alle inspanningen om ook mensen die in de bijstand zitten via tegenprestaties en via reïntegratietrajecten, toeleidingstrajecten te helpen om aan werk te komen, dat lukt ook. Maar de aanwas die is groter dan wat we uiteindelijk langzaam maar zeker weer op de markt kunnen krijgen. Het is een hele lastige opdracht.
Minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Hagen en gedeputeerde de Bond van de provincie Zuid-Holland hebben vorige week een overeenkomst getekend waarmee de aanleg van de Rijnlandroute weer een stap dichterbij is. Ook de gemeenteraad van Katwijk stemde dezelfde dag nog in met een zogenaamd basisbesluit, al ging dat niet zonder slag of stoot. RTV-verslaggever Carolien van Egmond spreekt hier live in de studio over dit onderwerp met burgemeester Wiene. Meneer Wiene, welkom. Een nieuwe provinciale wegverbinding tussen de A4 Leiden en Katwijk. Waarom willen wij nou die weg zo graag? Wij zijn al 12 jaar lang gigantisch aan het lobbyen om die weg te krijgen. Het is eigenlijk gewoon een ontsluitingsweg voor Katwijk. En die willen wij graag omdat het verkeer naar Katwijk toe en uit Katwijk naar het oosten en naar het zuiden nu dwars door Leiden gaat of dwars door Wassenaar. Nou, daar staat het heel vaak vast. Dat betekent in de spitsuren voortdurend files en dat wordt steeds erger. Het verkeer neemt toe. Het aantal huizen neemt toe. Dus we hebben gezegd, het gaat echt vastlopen. Katwijk wordt onbereikbaar. En voor Katwijk is het noodzakelijk dat er een betere wegverbinding komt. Waar gaat dat tracé, waar gaat die weg lopen door onze gemeente? Door onze gemeente loopt die vanaf de knoop Leiden-West, dat is bij de McDonald's. Loopt die langs het tracé of over het tracé van de N206, die we nu al kennen. En dat betekent feitelijk dat dat tracé verdubbeld wordt. Dus van een tweebaansweg wordt het een vierbaansweg. En dan eindigt de Rijnlandroute zelf bij het stoplicht waar de weg uit Wassenaar aantakt op de N206. Dus nog voor het kruispunt met Katwijk aan de Rijn? Ja. 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 In de laatste vergadering, laatste raadsvergadering, is een basisbesluit genomen. Daar is mee akkoord gegaan. Wat houdt dat basisbesluit precies in het kort? Ja, een half jaar geleden heeft de provincie gezegd, nadat we dus meer dan 10 jaar bezig geweest zijn om te kijken of we het geld bij elkaar konden krijgen, of we voldoende druk konden uitoefenen op het Rijk en op alle andere betrokkenen om het geld bij elkaar te brengen. De provincie heeft toen gezegd van dit wordt dan het tracé. Dus dan wordt vrij precies aangegeven, zo gaat de weg precies lopen. En daar moeten dan de gemeenteraden kunnen daar iets van vinden. Het was al lang voorbereid, dus de andere gemeenteraden hebben gezegd van zo hadden we het inderdaad besproken. Alleen Katwijk, die zei van wij zijn eigenlijk niet tevreden over de aansluiting op dat kruispunt met de N441 bij Katwijk. Want daar hebben wij een eigen project en dat project loopt niet goed op die Rijnlandroute uit. En we vinden dat dat beter bekeken moet worden. De gemeenteraad... U bedoelt richting de Duinvallei? Ja, de Duinvallei, dat is bij de Zanderij. Ja. Daar wordt de weg verlegd. Nou, dat project loopt ook. En die twee projecten die raken elkaar. En de gemeenteraad die zei, wij zijn eigenlijk niet tevreden met de manier waarop dat in dat oorspronkelijke plan van de provincie geregeld is. Dus toen is er op wens van Katwijk is er een nieuwe studie gemaakt. En uiteindelijk is er nu een andere oplossing gevonden, een veel betere oplossing. Maar die oplossing is ook duurder. En dat was even een heel gevoelig punt, want dat vindt niemand leuk, de provincie niet. Want die zegt, we hebben al zo verschrikkelijk veel geld geïnvesteerd in die weg. En dit hoort niet bij die weg, dat is jullie probleem. Ja. De gemeente Katwijk zei, kom even, die provinciale weg is van jullie. En bovendien, het komt omdat die Rijnlandroute daar aanlandt. Dus jullie zijn wel degelijk ook partij. En uiteindelijk hebben we gezegd, goed, het gaat meer geld kosten en we delen de kosten. Dus de gemeente Katwijk betaalt 5 miljoen extra en de provincie betaalt 5 miljoen extra. Dan moest de gemeenteraad donderdag een besluit nemen. Werden ze niet voor een voldongen feit gesteld? Want als je akkoord gaat, dan praat je nog mee over de aanleg van dat tracé. Ga je niet akkoord, dan sta je buitenspel. Men had toch geen keus? Ja, maar dat klopt. Want we hebben in Nederland zo geregeld van de partij die weg gaat aanleggen, die heeft ook de bevoegdheid om de ruimtelijke besluiten te nemen. Dus de provincie kan die weg aanleggen zoals ze denkt dat nodig is, ook als Katwijk niet akkoord gaat. Maar de provincie vindt het wel heel belangrijk wat Katwijk vindt. De provincie heeft een half jaar dat besluit uitgesteld, omdat ze wachten tot Katwijk klaar was. En de provincie wilde niet langer wachten, omdat ze het geld wilde zekerstellen. Want er wordt bij het Rijk ongelooflijk bezuinigd. Deze weg kost bijna 1 miljard. Moet je voorstellen wat de minister van Financiën zegt als er gezegd wordt, joh, die weg die gaat niet door. Dus de provincie zei, we willen gewoon de handtekening zetten, zodat we zeker weten dat dat geld ook komt, zodat we die weg kunnen aanleggen. En we zijn er nou toch uit met Katwijk. Maar het is wel zo, de gemeenteraad heeft het laatste woord. En daar hebben ze op gegokt dat die wel akkoord zou gaan. Als die niet akkoord was gegaan, hadden ze toch doorgegaan. En dat maakt het voor de gemeenteraad ook een hele lastige keus. Dat wist de gemeenteraad. En de gemeenteraad heeft gezegd van het gaat in de richting die wij willen. En om verder mee te kunnen praten over hoe precies de uitvoering van die weg wordt, hoe het zit met geluidsschermen, met allerlei precieze inpassing, kan je beter aan tafel blijven zitten.
dan dat je zegt wij doen niet meer mee en je omdraaien, want dan gaat de provincie zijn eigen gang. Maar niet alle partijen waren zo volmondig, zeiden volmondig ja, om dan mee aan tafel te blijven. U had echt even overredingskracht nodig. Ja, en dat snap ik ook, omdat op het moment dat je die weg binnen hebt gehaald, dat was een half jaar geleden, of een jaar geleden eigenlijk, toen was euforie. Geweldig, daar hebben partijen voor gelobbyd in Den Haag. Fantastisch, maar ja, dat is een jaar geleden. Ja. En nu concentreert men zich op de problemen die er nog zijn. Van ja, maar hoe gaat het nou met geluid? En we hebben toch ook wel een hoop dingen die we nog niet precies weten. En het gaat toch wel een hoop extra geld kosten. Dus ja, dan krijg je een heel ander soort beeld. Maar ik denk, als je probeert de grote lijn te bekijken, en dat bleek ook wel bij de uiteindelijke stemming, dat de overgrote meerderheid van de gemeenteraad zegt, het is wel goed dat dit gebeurt. U zei net, de provincie wil graag Katwijk aan tafel hebben. Een aantal, nou bijna de meeste partijen, hebben toch het idee dat ze niet serieus, dat de gemeente Katwijk niet serieus wordt genomen. Iemand zei ook van, ja, de gemeente doet ook net alsof ze het braafste jongetje van de klas is. Deelt u die reacties? Nee, ik vind snapt dat, u het? Ja, ik snap het heel goed. Want? Nou, dat komt omdat er is heel veel extra geld gegaan naar de inpassing in Voorschoten. Die gemeente was hartstikke tegen die weg. Die wilde die weg niet. Die heeft alles gedaan om die weg tegen te houden. Dus het was eigenlijk, Katwijk wilde die weg. Voorschoten wilde die weg niet. Nou, Katwijk heeft gewonnen. Die weg komt er wel. Alleen, Voorschoten heeft ter compensatie aardig wat maatregelen gekregen, waardoor die weg zo goed mogelijk is ingepast. En nu is er in Katwijk een beetje het gevoel van, hadden wij dat eigenlijk niet misschien ook op de een of andere manier kunnen doen? Meer geld binnenhalen. Dat is nooit aan de orde geweest. Het is een wonder dat we zoveel geld bij elkaar gekregen hebben om die weg aan te leggen. Maar dat er een zeker gevoel is van, hoe kan het nou dat het zo luxe gebeurt in Voorschoten? Ja, want er komt een tunnel. Ja, en dat er bij ons minder geld extra is. Er is wel wat extra geld beschikbaar gekomen voor de inpassing, maar niet zoveel. Ja, dat voelt dan toch even als een soort pijnlijk punt. Want u heeft wel het idee van, we worden wel serieus genomen. We zijn een hele serieuze partner straks van tafel. Absoluut. Ik denk, iedereen was akkoord. Alleen omdat de gemeente Katwijk nog niet op het laatste moment zei van, wij vinden niet dat het goed zit, heeft men een half jaar lang dit hele project opgehouden om met Katwijk eruit te komen. En ja, dat aan de andere kant de provincie druk zet, dat mogen ook duidelijk zijn. En dat het heel moeilijk voor ze is om in deze tijd nog extra geld te vinden, ook dat is waar. Maar het is wel gelukt om de kosten te delen. Oorspronkelijk zei de provincie, het is jullie probleem, ja, dus jullie betalen het maar. Nou, uiteindelijk hebben we nu gezegd van oké, we gaan allebei de helft voor onze rekening nemen. En we gaan nog verder praten over een aantal precieze inpassingsproblemen die er nog op Katwijks grondgebied zijn. Want we zijn er nog lang niet. Nee. We gaan nu nog de plannen uitwerken om ervoor te zorgen dat het in ieder geval zo goed mogelijk gaat. En krijgt de burger daar nog inspraak in? Want wijkraden van Valkenburg en Katwijk aan de Rijn zijn niet amused met bepaalde inpassingen. Ja, dat snap ik. Toch denk ik dat dat voor een deel ook te maken heeft met name in Katwijk aan de Rijn, met nog onzekerheid over wat er gaat gebeuren. Want wat er nu voor ligt, door dit besluit van de gemeenteraad, we gaan dat hele project Duinvallei dus veranderen, liggen er weer nieuwe mogelijkheden om de inpassing daar veel beter te maken. En daar gaan we nu onze inspanningen op richten. Dus ik denk dat men een beetje te snel roept van, het is niks. Maar hebben ze nog inspraak? Ja. Komen er nog informatieavonden? Zeker. En de gemeenteraad moet nog besluiten nemen over hoe het nu echt uitgevoerd gaat worden. Zal ook van geld afhangen. Mm-hmm. Maar er zijn zeker nog mogelijkheden om te gaan praten over bij dat project Duinvallei van, hoe gaat het precies gebeuren? En bij het project Rijnlandroute, dus dat is het stuk vanaf Katwijk aan de Rijn tot de Oude Rijn bij de Torenvlietbrug, ja, Valkenburg. Daar gaat het meer om de vraag van, ja, hoe zorgen we nou precies dat alle geluidseffecten en dergelijke zo goed mogelijk worden verwerkt? Moet dat met geluidsschermen? Kan het misschien anders? Ook daarover gaan we nog verder praten. Wat kost het de gemeente Katwijk? De gemeente Katwijk betaalt uiteindelijk zo'n 15 miljoen euro daar voor deze weg. Daar blijft het denk ik bij? Nou, dat is voor de Rijnlandroute zelf. Ja. En daarnaast hebben we het traject van Duinvallei. Dat wordt voor het grootste deel betaald uit de ontwikkeling van de zanderij. Mm-hmm. Maar dat gaat nu 5 miljoen duurder kosten, tenminste meer kosten, door de verandering die we nu hebben aangebracht. Dus we gaan er in ieder geval 5 miljoen euro meer aan uitgeven. Ja. Wanneer gaat de eerste spade de grond in voor deze Rijnlandroute? De procedures gaan nu lopen. Dat kost in Nederland altijd toch wel aardig wat tijd. Dus ik denk dat dat nog wel een jaar of twee zal duren, misschien drie. Maar het is echt de bedoeling, er wordt ontzettende druk op gezet om het nu zo snel mogelijk te doen. Onder andere omdat men ook wil gaan bouwen op Valkenburg. En de gemeente Katwijk heeft gezegd van, we gaan pas bouwen op Valkenburg als die infrastructuur ook goed voor elkaar is. Dus er zit druk op. Ja.
Wij blijven het volgen. En dank u voor de komst in de studio. Gerlinde, wat hebben we nog meer? Het afgelopen weekend was het Open Monumentendag met dit jaar als thema macht en pracht. Ook in onze gemeente waren tal van monumenten te bezichtigen. In Rijnsburg werden de deuren van het Spinoza-huisje geopend voor het publiek. In dit huisje woonde van 1661 tot 1663 de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza. Tot voor kort bestond het museumgedeelte uit twee kamers. De overige ruimte werden bewoond door een huisbewaarder. Na een lange restauratie is het museum het Spinoza-huis sinds maart 2012 weer geopend voor publiek en is het hele huis als museum ingericht. In Valkenburg kon men de toren beklimmen. Ook al is dit geen monument, toch is daar veel historie te vinden. De toren werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, net als de kerk, zwaar beschadigd en werd pas eind jaren 90 weer herbouwd. Simpelweg door geldgebrek was het daarvoor nooit meer gekomen, maar sinds 2000 hebben de Valkenburgers weer een toren. De toren wordt beheerd door Stichting de Valkenburgse Toren en gebruikt door de vereniging Oud-Valkenburg, die zorgt voor de openstelling van het in de toren gevestigde museum en voor het beheer van de collectie. En we blijven even in Valkenburg, want vorige week werd daar weer voor de 1069ste keer de paardenmarkt gehouden. Op de tweede woensdag in september was de aanvoer van paarden goed te noemen. Rondom de kerk stonden tientallen paarden opgesteld, wachtend op een koper. Maar zoals het de laatste jaren op menige veemarkt gaat, er waren meer kijkers dan kopers. De meeste paarden gingen dan ook weer met de handelaar mee naar huis. De Oranjevereniging organiseerde rondom de markt weer tal van festiviteiten. Al zat het weer niet altijd mee, de belangstelling was er niet minder om en men kan terugzien op een zeer geslaagde week. Tijdens Open Monumentendag was ook het Boezemgemaal in Katwijk geopend. Eerder dit jaar had deze al een nieuwe naam gekregen, maar afgelopen zaterdag werd deze officieel onthuld. Sinds begin mei droeg het Boezemgemaal al de nieuwe naam. Maar zaterdag werd die naam officieel onthuld. Drie leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool verrichtten de handeling waardoor de naam onthuld werd. En bij nul drukken jullie alle drie tegelijk op de knop. Dames en heren, bent u er klaar voor? Ja. Zijn jullie klaar? Ja. Beetje enthousiast, hè? Dat staat voor, dit wordt een schilderij en dan sta je 25 jaar, 50 jaar, 100 jaar sta je erop. Hè? Niet vergeten. Oké. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ik denk dat je Katwijk kunt feliciteren en het hele achterliggende gebied. Ja, dit is echt voor ons het belangrijkste gemaal. Enorme capaciteit, mooi uitgebreid. Combinatie van eigenlijk historisch monument met toch weer nieuwe techniek. En dat dat nu een koninklijke naam heeft, dat verdient het ook. Daarop terugkomend, maar waarom heeft hij de naam Koning Willem-Alexander Gemaal gekregen? Nou, in de eerste plaats omdat we het zo'n belangrijk gemaal vinden dat we eigenlijk ook denken dat het een belangrijke naam moet hebben. En twee, omdat bij het aantreden van Koning Willem-Alexander wij toch even terug moesten denken aan wat hij als prins Willem-Alexander eigenlijk allemaal gedaan heeft in watermanagement. Zowel nationaal als internationaal. Hij heeft daar veel aan gedaan, heeft zich er echt in verdiept. En als we kijken naar de toekomst met klimaatverandering, zeespiegelstijging, meer wilder weer zeg ik maar even. Ja, dan zie je overal in de wereld waar zoveel mensen in laaggelegen rivierdeltas wonen, dat dat een heel belangrijk thema is en blijft. Maar 90% van het Rijnlandse gebied ligt beneden de zeespiegel. En dan heb ik het dus over het gebied even diagonaal van Velzen tot voorbij Gouda. Hoeveel inwoners wonen daar ongeveer? Daar wonen zo'n 1,3 miljoen mensen. En we zitten natuurlijk toch wel midden in het hart van de Randstad. Dus je praat ook over het hart van de economische motor van Nederland. Dus dat gaat niet alleen om de mensen die daar wonen. Die zijn natuurlijk voor ons vreselijk belangrijk. Maar het zou voor heel Nederland een ramp zijn als hier iets misgaat. Ter ere van de troonswisseling heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland toestemming gekregen om de naam van koning Willem-Alexander aan het gemaal te verbinden. Als je heel goed zoekt, kun je ze soms vinden. Kleine theatrale en muzikale parels verborgen in de veilige beschutting van de repetitieruimte. Soms treden ze op voor familie en vrienden, soms in zalen en kerken. Zaterdag 14 september kon u de parels uit Katwijk horen op en rond het Andreasplein en het Schippersdammetje in Katwijk aan Zee. Helaas moesten vanwege het slechte weer de meeste activiteiten naar binnen verplaatst worden. Ga nu maar.
Het is uiteraard beter als het mooi weer is, de zon schijnt, maar dat hebben we nog helemaal niet voor het uitzoeken. Dus wat we gedaan hebben is, we zijn eigenlijk gewoon naar binnen gegaan. Dus het grote feest speelt zich nu af in het kerkhaventje. Althans, niet, ja, nu op dit moment. En daar hebben we de acts die elkaar een beetje opvolgen. We hebben ook in de Bondenkraai hebben we spannende dingen staan. Het gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Jullie hebben hier net een concept gezien dat mensen zeg maar via de koptelefoon, een draadloze koptelefoon, muziek en design, klanken van mij kunnen horen. Die ik hier ter plekke componeer. En mensen kunnen daarop bewegen, ze kunnen daar naar luisteren. Soms zijn het hele experimentele klanken. Soms zit er een hele beat bij, dus dat ze helemaal uit hun dak kunnen gaan. En soms is het ook allerlei klanken en geluiden waarin ze hun eigen fantasie kunnen hebben. Dus je ziet mensen gewoon staan of dan gaan ze ineens zo bewegen of helemaal. Want ik kan het tot techno doen en dat heb ik net ook gedaan. En door het slechte weer zitten we nu hier in deze ruimte. Dus moeten we met alle artiesten, alle mensen die iets doen, moeten we nu iets doen. Dus ik hoor net al, sst, snap je? Dus dan is het maar eigenlijk goed dat ik silent disco heb. Want er kunnen mensen die iets anders willen, die kunnen dan de koptelefoon opzetten. En gewoon daar gaan zitten en we op techno horen. Terwijl je hier bijvoorbeeld heel andere muziek hoort. Voor de vierde keer werd het kleinkunstfestival Parels van Katwijk georganiseerd. Tot nu toe iedere keer in een andere dorpskern. Wellicht is het volgend jaar weer in Rijnsburg. Nou ja, er zullen ook heel veel mensen zeggen, joh, er is nog een dorpskern. En dat is de Hoornes-Rijnsoever. Nou heeft de Hoornes-Rijnsoever natuurlijk een wat beperkte culturele schoonheden natuurlijk. Ze hebben ze wel. Maar dus officieel wordt het of weer terug naar Rijnsburg. Of we moeten gewoon kijken of inderdaad in de Hoornes-Rijnsoever wat kwijt kunnen. Maar je hebt natuurlijk weinig doorlopend publiek. Dus het zou dan wel weer heel spannend worden om te kijken of dat een beetje haalbaar is. Zeg maar. To take a breath, it was my last one. From a gun came a roar of death, and now I am done. Tot zover de parels en onze uitzending van RTV Magazine. Voor lokaal nieuws gaat u naar rtvkatwijk.nl en aanstaande zaterdag vanaf 10 uur kunt u bij de radio ook luisteren naar RTV Magazine. Met daarin interviews, live gesprekken en een locatieverslag. Voor nu een fijne dag en graag tot volgende week maandag. Dag!